Is het een tijd... Nou, laat ik het gewoon aan jou vragen. Wat is dit voor tijd? Neemt haat toe of neemt haat af? We hebben de neiging om het eerste te vinden, volgens mij. Het is een heel dubbele tijd. Dus ik zou zeggen, als je uitzoomt en hier als, nou, ik werk als historicus om hier naar te kijken, dan denk ik ook dat er vooruitgang is. Ik bedoel, ja, als ik mijn hand in eigen boezem schreef, in 2011 schreef ik zelf nog half racistische stukken over Zwarte Piet is prima en hou op met zeuren. In 2012 had een heel deftige krant als NRC had nog een hoofdredactioneel commentaar van Zwarte Piet is zwart en daar moet je niks aan veranderen. En als je ziet hoeveel gebeurd is in die discussie de afgelopen jaren en nu over grote steden die zijn overgestapt op Roetveeg Piet, heel veel mensen zijn aan het denken gezet. Ja, dat roept ook veel woede op en frustratie, maar zo ziet vooruitgang er wel uit. Ja, de laatste aflevering gaat erover, kunnen we de haat uitbannen, kunnen we dresseren, is er een medicijn? En dan gaan ze te raden bij de wetenschappers. Mm-hmm. He, bij een hersendeskundige, een socioloog, een psycholoog. Ja. Allemaal de vraag van, kunnen we hier iets aan doen met z'n allen? Alsof er een medicijn voor zou zijn. Ja. Heb je daar enige hoop op? Absoluut. Is dat utopisch? Absoluut. Is dat illusoir? Er is een hele oude theorie in de sociale wetenschap. Het stond uit 1956. Het idee dat contact een medicijn is voor haat en racisme en vooroordelen. Dat noemen we de contacttheorie. Er zijn honderden studies naar gedaan. Als je mensen bij elkaar brengt, in de klas, weet je, op school, op het voetbalveld, noem maar op. Ja, dan dat is een heel goed medicijn tegen vooroordelen. En in die zin denk ik dat de KNVB ook echt een hele goede rol kan spelen. Mensen in contact brengen. Want ja, zoals ik al zei, als mensen op afstand staan, is het makkelijkste te haten. Maar als je gewoon wat leuks met ze gaat doen, potje voetballen bijvoorbeeld, dan kom je al snel achter, hé, we zijn allemaal gewone mensen. Is het ook geen dat deze tijd ook door de hoeveelheid van impulsen, van gewoon alles is heel veel, dat een bepaald onmachtig gevoel ook die haatgevoelens een beetje stimuleren, om het even zo te zeggen? Ja, het is een dubbele tijd. Dus heel veel dingen zijn ook open en bloot nu. Kijk, ik vond het bizar 2 weken geleden dat er gewoon een knokploeg binnenloopt bij een vergadering, weet je, met een kind van 13 en nog bij en zo. En dat de politiek daar zo lauw op reageert. Ja. En ik ben wel blij dat er na afgelopen weekend aanzienlijk meer ophef is. En die ophef, ja, daar krijg ik juist hoop van. Dat mensen zeggen, dit pik ik niet langer. Mm. Botste Why We Hate ontzettend met jouw dikke pil, of niet? Nee, hoor. Nee? Nee, ja, ik vond het echt, wat ik zei, een feest der herkenning. En de vraag is natuurlijk ook van, als je gelooft dat de meeste mensen deugen, ja, hoe kan het dan dat we toch zulke verschrikkelijke dingen aandoen? Kijk, en als je zegt, de meeste mensen zijn slecht, dan is why we hate, ja, dat is makkelijk te beantwoorden, omdat we slecht zijn. Nee, het punt is, we willen heel vaak wel het goede, maar soms doen we toch verschrikkelijke dingen. Toen ik die serie bekeek, was ik zo blij gewoon. Zo blij, omdat we vaak hebben het van racisme tot oorlog, Tweede Wereldoorlog, dit nooit meer. Mm. Maar het lijkt alsof we nooit zo diep naar de kern gaan van, maar waarom doen we dat? Waarom ontstaat dat? En wat ik hier heel erg prettig aan vond, was eindelijk krijgen we wat antwoorden. En ik hoop ook dat hier schoolmateriaal van komt, zodat iedereen van jongs af aan hier al mee. Want pesten kwam hier ook in voor. Ja. En het is net zo belangrijk. Het is net zo'n kiem eigenlijk. Ja, heel erg mee eens. Dank je, Rutger. Tot slot, we hebben het al een keer eerder uitgezonden, maar het maakte toen heel veel indruk. Ik denk dat het nu niet minder is. Een filmpje van de Deense televisie. Ik dacht de publiek om, weet ik niet helemaal zeker. Dat gaat over over de kracht van contact. Over de kracht van contact. En nou, laten we het zo maar zeggen. It's easy to put people in boxes. There's us. And there's them, the high earners, and those just getting by, those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here, the people from the countryside, and those who've never seen a cow, the religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death.
We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. We who feel lonely. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. Tja, dankjewel. Dag.